Het Beekdal van het Koningsdiep kent een ongelofelijke rijkheid en waarde aan natuurschatten die gekoesterd en beschermd moeten worden. Een heel jaar. 4 seizoenen lang volgen we de dieren en de natuurlijke processen in het Beekdal van het Koningsdiep. Ze moeten verschillende stappen ondergaan en hun doelen onder ogen zien. Ze moeten leren om op eigen benen te kunnen staan en te overleven. Meer dan 2 jaar lang heeft Jordan op ongadelijke tijden de natuur invest bij het Koningsdiep. Hier, in het gebied tussen Beetse Zwijg en Wien Waard, kan er het paard van Jonker Lietse wel vinden. Zijn leefde voor de natuur heeft hij net van vreemd. Mijn vader heeft me daar eigenlijk een beetje in getrokken. Ik ben vanaf mijn 4e nam mijn vader mij mee het bos in. En dan was ik al helemaal om. Mijn vader die was eigenlijk net zo gek als ik. Al regende het zo hard dat je de overkant van de straat niet zag. Ik zei, papa, mee naar het bos? Ja hoor. Ja, dat zijn dus die dingen die... daar is het eigenlijk begonnen. Jordan broekt net de duurste apparatuur. Ik heb zo'n cameraatje, is eigenlijk helemaal niks vergeleken met wat ze met de grote films gebruiken. Maar de beelden die je ermee maakt, die zijn eigenlijk... Die kun je eigenlijk wel vergelijken. Beelden likers van deze kikkervisjes in het Wijnterperskaar. Ook door heel dicht bij de dieren te kunnen zitten die ik wou filmen, heb ik toch die hele mooie opnames kunnen maken die ik wilde. En het is ook gewoon creatief zijn. Ik heb bijvoorbeeld met het opnemen van kikkervisjes, dat was hier. Dat heb ik gewoon de camera in een plastic bak gelegd. En toen heb ik die bak onder water geduwd en dan gewoon midden in zo'n zwerm kikkervisjes. We gaan verder op een paar richting het Koningsdiep. Daar hebben we Jordan jonge Ray Keltjes filmen. Maar soks is net eenvoudig. Na 3 weken lang zoeken had ik ze eindelijk gevonden. Ik had rond februari, maart, toen had ik een drachtige reegeit gevonden. En die ben ik een beetje gaan volgen. En dat duurde heel lang voordat de kalfjes geboren werden. En de moeder die werd steeds dikker. Dus ik had ook echt uiteindelijk iets van, daar kunnen er maar 2 in zitten. Dat kan niet anders. Want was echt behoorlijk dik geworden. Tot ze uiteindelijk hierachter op zo'n weiland, dan bleef ze bij het bos, steeds maar in de buurt van het bos. En ze was nog steeds heel dik. Dus dan, 1 en 1 is 2, dan kun je eigenlijk wel voelen dat er iets gaat gebeuren. Je maat als natuurfilmer vanzelf wel oppassen. Ik heb altijd bij alle dieren, als ik heb gefilmd, dan kijk ik puur naar het gedrag of naar de sporen die ze achterlaten. Zijn ze er nog? Voelen ze zich niet bedreigd? En dat is allemaal goed gegaan. En dat hield ik voor deze dassen. Gewoon mensen hebben al wat beelden van de film Sjoen. Het eerste wat ik dan hoor, en dat is heel mooi, dus dat ze meteen zeggen, is dit met professioneel materiaal gefilmd. Thuis heeft Van der Maas de film op zijn camera gemonteerd en de muziek heeft er zelfs maken. En dat klinkt heel nog net verkeerd. De film gaat juni in première in het filmhuis op Agadiek en die voorstelling is al uitverkocht.